Wij zijn dus van het spermafonds en wij komen collecteren. Ja, jongens. Oh. Wat doe je op de avond waarop je gaat insemineren? Dat is misschien een beetje een gekke vraag, maar zelf-inseminatiekitjes. Hi. We starten een video hier. Hallo jongens. Mensen. Welkom. Het is, welkom bij een nieuwe weekvlog. Wij staan op het station bij Belmer Arena in Paramore. Yay! Let's go! Nou, we zijn er hoor. Wat is er? Wat is er? Oh, dat is echt dranghekken. Nou, dat is echt druk. Joey, je moet wel zo, via die poortjes. Nou, we moeten even voor 5 euro een lokker huren. 1-3-3. Alleen dit is al een heel avontuur. Maar het doet het niet. Zo, nou, we zijn binnen hoor. Hoe laat begint het? 3 kwartier. Je zei 8 uur. Ik heb nooit 8 uur gezegd. Half 8. Half 8. Oh mijn god, dat is voorprogramma. Ze zijn 8 uur. Daarna is het pauze. En daarna begint het. Ik zei, voorprogramma is het toch eerst. Want we hebben niet zo'n haast, zei ik. Toen zei je, nee, dat is daarvoor al. Anders staan we helemaal achter. Anders staan we helemaal achterin. En dan moet ik op je nek en zo. En dat vind je niet fijn. Ja. Hoe laat begint het dan? 8:15. Oh jezus, en het is niet eens 8 uur. Jawel, dat is goed. Right now is as good a time as any to say thank you for letting us share our stories with you. And ik dacht, jezus, ik moet echt 2,5 uur staan. Maar toen ineens was het om 9:45 afgelopen. Fijn voor je, toch? Ik wil wel een keer naar, maar dan van iets anders, een concert. Van wat dan? Ja. Jij wil iets akoestisch. Ja, of iets inderdaad, van die akoestisch van die mannen. Akoestisch van die mannen, jongens. Ja, oh, maar we hebben hier nog een tip voor akoestische mannen. Akoestische mannen. Zo, wij zijn weer thuis. Zijn we. Hey, jeboe. Ben je ook een beetje... Ja, maar ik ben nu nog te actief om gelijk naar bed te gaan. Heb je nog trek? Een beetje misschien, maar ik weet niet zo goed waarin. Ik wil ook gewoon crackers met hagelslag in. Ik wilde dat net zeggen. Misschien is hagelslag of zo, is wel lekker. Nou jongens, we zien jullie morgen. Net rustig, slaap lekker. Goedemorgen mensen, we zitten hier in de trein. Treinbeet. Ja, wij zijn onderweg naar Amsterdam. Nou, eigenlijk niet onderweg, maar we rijden zo weg. Nee, dat kan je niet laten zien. Ja, op de mokken laat ik dan dus zeg maar een naam zetten die ik heel erg leuk vind als kindernaam. Zodat ik kan horen hoe het klinkt. Dus nu hebben we er weer een. Begin met een L, verder zeg ik nog niet. Je raden. Ja, we zijn onderweg naar Amsterdam. We hebben een afspraak. En ik moest heel snel. Ik had daarvoor ook nog een afspraak. Toen had ik ongeveer 10 minuten de tijd om heel even naar de Zara te rennen, want had ik er zin in of zo. Soms heb ik echt een koopdrang. En dan had ik... Joyce heeft zojuist de naam verpest. Ik heb hem verpest, dus ik kan hem wel laten zien nu. Het is dit. Lotus. En toen Scarlett het zojuist zei, toen... Ik moest gewoon gelijk aan koekjes denken. Ik vind die lotuskoekjes. Die goedkope koekjes die je krijgt bij de tennis of zo. Zo in zo'n rood pakje. Gewoon zo met zo'n hobbeltje zo aan de zijkant. Ja, hoe kan dat nou? Ja, dus dan wordt het niet, niet meer serieus nemen. Nee. Ja, ik vind een hele mooie naam. Wat vinden jullie van de naam Lotus? Nou mensen, we hebben het weer gehad. Dan gaan we naar huis. Poes, het is tijd om te testen. Dag 3. Even plasje doen. Dan stoppen we deze. Met deze kant. Hier zo in. Nu is die dus klaar om overheen geplast te worden. Dus dat ga ik even doen, jongens. Dan haal je dit eraf. Doe je zo. Wacht. En hier moet je dus hier moet je overheen plassen. Ja, nu kan je stoppen met mij filmen. Dan kan je dit filmen. Hij is nu aan het knipperen. Oké.
Maar wat denk je? Want je weet wel een beetje, toch? Of je... Ja, dat duurt wel even, hè? Ja, het duurt eventjes. Het duurt best wel lang. Oké, nou, je bent al 2 minuten aan het filmen, dus ik stop hem even tussendoor. Oh, je bent goed! Je bent goed! Ik kan hem gewoon laten zien. Ja, jongens. Uh-oh. Hij is positief. Het is smiley. Het is smiley, jongens. Dat betekent dat ze vanavond... Jezus. Oeh, dat is zo weird. Moet ik dan niet smurrie vanavond instoppen? Smurrie? Nou, je mag blij zijn dat het een heel kostbare materie is. Oh, jezus, jongens. Daar had ik niet helemaal op gerekend nu al. Ja, leuk. We gaan een foto sturen. Ja. Oh, jezus. We gaan nu een foto maken van de smiley. Voor in onze donorgroep. Ja, we hebben een donor-appgroep. Kijk, mensen. Dit hebben we nu gestuurd. Heb je zo'n spuitje bij het kruidvat? Nee. Ja, ook. Ja, weet ik eigenlijk niet. Ik heb ze op mijn werk, maar heeft het kruidvat dat? Ja, gaan helemaal naar de apotheek, denk ik. Komen langs de apotheek. Oh ja, de apotheek. Is die nog open? Ja, laten we even kijken. Nou, het is half 5. Het is half 5. Jezus. Misschien tot 5. Wij gaan eventjes naar de apotheek om een spuitje te halen. Hebben ze daar ook inseminatiekitjes? Zouden ze dat hebben bij de apotheek? Nee. Misschien wel. Nee. Maar goed, we gaan het vragen. Oh, dat is leuk. We gaan het vragen. Durf je dat vragen? Ja. Ja, dus we gaan naar de apotheek een spuitje halen. En een potje misschien. En een? Een potje. Oh, die heb ik nu ook niet. Nee. Gewoon zo'n urinepotje. Ja, een steriel potje. En ja, dat. En misschien een blaadje of zo. Een tijdschriftje voor hem. God, voor de grap kunnen we dat wel doen, ja. Ja, maar is het niet voor de grap. Oh, dat gebruikt hij dan nog echt, hè? Ja, moet toch iets? Ik kan moeilijk gaan strippen. Kan ook, maar ik denk niet dat hij daar heel enthousiast van wordt. We lopen nu naar de apotheek. Ik vind het wel een beetje spannend, hoor. Dan dat je dan ineens allemaal dingen gaat afvragen van... Oh, wat nou als het lukt? Dan is het zo. En dan kan je niet meer vanaf. En is dit wat we willen? Kunnen we dit wel? En ja, je denkt nu zo ook gewoon overal extra over na. En ik vraag me dan ook af van... Is dat normaal? Hebben andere mensen dat ook? Dat weet ik dan niet. Maar... Ja, ik denk dat ja, bij een hetero stel dan ga je gewoon seksen en dan ben je misschien gewoon zwanger ineens. Dan denk je er niet zo over na misschien. Ja, je gaat ook testen. Jawel, ik weet niet of alle mensen standaard gaan testen wanneer hun... bij de meesten gaat het denk ik gewoon van, ik ben zwanger. Ja, dus... Eng. Ja, ik vind het wel een beetje eng. Wat vind je het meest eng dan? Ik weet het niet. Gewoon het idee dat dan ineens alles verandert. Ja, ik kan nog weg, zeg maar. Want ik heb nog geen samenlevingskont partnerregistratie. Dus ik kan nog gewoon... Nee hoor, het is niet van mij. Doei. Ja, stel je nou voor dat gebeurt. Dan zit ik ineens alleen met een kind. Oh, jezus. Wat ga je nu vragen trouwens? Ik heb geen idee. Ga je echt een inseminatiekit vragen? Spijtjes. Gewoon losse spijtjes. Hoeveel milliliter? 20. Nee. 5. Nee, het is groot verschil, hoor. Ja, het is misschien een beetje gekke vraag, maar zelf-inseminatiekitjes. Hebben jullie dat? Nee. Dus losse spijtjes. Maar zo klein, hoeveel is dat? Ja, 5. 5 is prima. Want lang, ja, dat denk ik wel. Dat is prima. Ja, is 5 niet een beetje klein? Je moet ook een potje vragen. Oh, ja. Potje. En een urinepotje. Ja. 2, toch? Ja. 1 of 2? Nee, door 2, ja. Graag. Oh. Je hebt 2 potjes. 2 potjes. 2 spuitjes. Zien? Zijn ze niet te groot? Zij zei... Dan blijft alles achter. Ik zei, wat zei ik? Ik zei 20 milliliter. Dat is dan milliliter. Het is 5 milliliter. Het is 6:55. En wat doe je op de avond waarop je gaat insemineren? Nou, Joyce is aan het stofzuigen. En ik ga zo wc-papier halen. Ik heb het hele huis schoongemaakt. Omdat ik nog gewoon even wat afleiding nodig heb. Jij zat het? Of dacht je van het moet schoon zijn voor als hij komt? Ja, ook. Dat vind ik ook wel frisjes, ja. Dat gewoon het huis fris is. Ik weet niet waar hij het wil doen. Maar dan vind ik het wel prettig dat alles schoon is. Dat de badkamer schoon is als hij in de badkamer wil doen. Dat de slaapkamer schoon is als hij in de slaapkamer wil doen. Dat de wc schoon is als hij in de wc wil doen. De schoenenkast, benenhuis wil doen. Ja. Maar gewoon dat... Het schoon is. Ja. Wat nou als het gewoon zo is? Wat? Wat nou als het gewoon zo is? Wat is? Gewoon de eerste keer? Ja. Dit je laatste. Een van de laatste momenten dat ik mijn lichaam voor mezelf heb. Oh jezus, ga je nou al dramatisch doen? Ik kan het beter doen. Je lichaam voor jezelf heb. Jezus. Nee, maar dat je het deelt. Dat je gewoon dat er iets anders is. Ja. Pff, wat een gedoe.
Ja. Maar eten dan maar. Hoe gaan we het straks doen? Waar wil je het doen, in bed? Ik wil het graag in bed doen, ja. Nee, maar in bed kan je het echt met je benen een beetje omhoog liggen. Natuurlijk wel, kussen eronder. Jouw kussen. Gaan we dat filmen? Wat denk je zelf? Ja, maar gewoon misschien... Natuurlijk gewoon... gaan we dat filmen. Oh, nee, maar misschien gewoon wel gewoon... Gewoon zelf. Dat we, ja, dat we gewoon mee bezig zijn. Niet dat je echt het ziet. Nou, in het kader van privé gaan we nu even eten. Ja. En gewoon even nog heel even chillen. Daar is die mensen. Hey. Sowieso. Nou, dat is niet vast. Ik heb een nadenken van die toestand. Ja, nee, ja. Toestand is achter de rug. De eerste keer zijn bijzonder. Toch? Ja. Dat is een keer, dus ben je nooit verder. Hierna wordt het normaal ofzo. Ja, hoe doe je dat zo de eerste keer? Dat is toch een beetje awkward. Mag je niet meesjes? Nee? Oké. Nou, we gaan even wachten. Daar gaan we. Nou, we zijn inmiddels een uurtje verder of zo. En ja, het was wel een heel bijzonder moment. Ik dacht dat je wist dat zou komen, hè? Ja. Ja. En dan zit je in een auto en dan denk je, oh ja, wacht wel eventjes. Maar ik kwam hier ook binnen en ik dacht van, nou weet je, we gaan aan de slag. Geen gelul. Ja. Wel gelul. Ja. Nou ja, morgen zien we je weer. Morgen is hij weer in beeld. Misschien. Ik ga vroeg slapen. Goed eten. Goed eten. Niet drinken. Nee. Zo, goedemorgen mensen. Het is vandaag donderdagochtend. Ja, Joy is al naar de werk. En het is een beetje een bijzondere ochtend of zo. Omdat gewoon gisteren, ja, ik weet niet, eerste keer. En het is gewoon heel spannend. Ik heb zo een afspraak en ik dacht ik laat mijn blusje nog even zien wat ik nieuw heb. En ik kan net zo goed mijn hele outfit laten zien. Deze heb ik dus bij Zara gekocht met hele kleine stipjes. Ik vond het heel schattig. En ik heb daaronder een broek, ook van Zara. Was ook in de aanbieding. En deze schoenen zijn van Omoda. Zijn heel leuk met van die, zo'n printje. En wat heb ik nog meer? Oh ja, mijn natuurlijk favorite watch van Olivia Burton. Ik ga nu eerst even shorts uitlaten in de... Echt, het waait echt niet normaal. Gewoon, het is gewoon code oranje. En ik moet ook gewoon precies, zeg maar, in ergens tussen 10 en 2 jaar heb ik afspraken. En moet ik eens met de auto. Dus het is niet heel chill, maar nou ja. Zo mensen, ik heb net een afspraak gehad. En ik zit nog in de parkeergarage. En het waait zo freaking hard. Zelfs hier in de parkeergarage beweegt mijn auto. Ik moet toch naar huis. Ik moet werken. Zo mensen, het is inmiddels 8:15. Het is 8:50. We zouden eigenlijk om 8 uur weggaan. Maar goed. En wij gaan, Joyce wilde per se nog een keer testen, omdat ze zeker wilde zijn dat het echt klopte. Dus, voor alle geïnteresseerden, het klopte echt. Hij is positief. Dus wij gaan nu met de auto richting een vreemde slaapkamer en een vreemde ruimte. Om daar de broek van Joyce uit te doen. En, het is echt heel gek, vooral ook om dit te filmen zo. Waarom eigenlijk? Gewoon dat dan gewoon zo, dat iedereen nu weet zeg maar wat ik heb gedaan. Ja, maar ergens vind ik het ook gewoon, waarom is het eigenlijk zo vreemd of zo? Ik zei het ook tegen iemand anders vandaag. Ik zei ook helemaal van, maar dan ben ik gewoon bijna bij de conceptie geweest. En toen van jullie allemaal? Ja, ja, maar ja, bij dieren is het altijd heel normaal. Ja, en bij ons is het dan ineens helemaal een taboe of zo. Terwijl ik denk, ja, het is toch gewoon, ja, ik ben daar misschien gewoon heel rationeel of zo. Dat ik dan denk, ja, het is toch gewoon... Ja, het moet er gewoon gebeuren. Daar gaan we. Joking on her alibi, but it's just the price of it. Oké, we zijn er dus bijna. Is Joyce zeg maar het spuitje vergeten in de auto? Echt weer wat voor haar. Jezus. Wij zijn dus van het spermafonds en wij komen collecteren. Nou, wat u misschien een donatie doet? Wat u donatie. Nou, we zijn er. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Jongens, die kachel is zo heet. En die kat, die is helemaal op plekken helemaal verbrand. Omdat hij daar de hele tijd ligt. Zo donkerbruin. Het is helemaal zwart geworden. En wij zijn weer thuis. Het is 11:30. Dat waren de pogingen voor deze maand. Dus nu is het gewoon afwachten. 2 weken is het, toch? Ja, 2 weken. Afwachten of er... Dit was zo lang.
Dus denk jij, ik wil eigenlijk morgen, ik wil gewoon morgen weten. Mocht het niet. Zo mensen, het is inmiddels 2:30. Weet je, ik vind het soms een beetje te lang, zo'n zit op kantoor. Dus ik dacht nu gewoon, ik ga eventjes gewoon een rondje wandelen. Ik loop gewoon even naar een dichtbijzijnde park. En dan ga ik gewoon even een stukje wandelen. Lekker muziekje op. Hoe snel na inseminatie kan je voelen dat de bevruchting heeft plaatsgevonden? Wow, that's a lot of food. Oh, Jezus. Oh mijn god, ik heb broccoli, asperges, ja, groentefriet, aardappeltjes, hamburgers. Ja. Ik denk dat ik al zwanger ben, volgens mij. Goed eten hoor. We hebben allebei een lange dag gewerkt. Nu gaan we eten. Even chillen. Nou, dat is vooral even chillen. Goedemorgen mensen, het is zaterdagochtend en wij hebben al even wat foto's gemaakt. Ja, we gaan zo lekker wandelen. Maar ik dacht, ik zou wat ik had gekocht deze week, nog even laten zien. En gisteren had ik al laten zien. Maar dit is het jurkje. Je bent echt zo'n volwassen moeder, weet je. Ja, ik zou het wel heel leuk vinden om hier nu een buikje te hebben. Ja. We hebben net bij de verkeerde geïnsemineerd. Ja, dat gaat niet helemaal gebeuren. Dat is wel jammer. Wij gaan nu met George lekker naar het bos. Het is 4:45 en Joyce is een tijd bezig geweest met schrijven en ik aan monteren, zoals je ziet. En hij is bijna af. Kijk, dit is het beginnetje, zeg maar, van de video. Hij heet, denk ik, is nu de titel, Zaaddonor ongeschikt. We zijn lekker uit eten en het is al heel erg laat en daardoor is er bijna niemand meer in het hele restaurant. Een beetje vreemd, maar we zijn echt een van de, ja, drie gasten of zo. Maar goed, we hebben een hele lekkere curry, allebei besteld. Met frietjes. Dit was het einde van de weekvlog. Ja. Nou, kijk, tot de volgende keer. Duimpje omhoog. Instagram. Zijn we ook te vinden. Dag. Life's a little better with you.